Genezing van heilige huisjes, deel 2. We willen wel geloven dat wat Gods woord zegt waar is, maar als we de uitwerking niet werkelijkheid zien worden, gaan we redeneren en komen de jamaars. Er ontstaan heilige huisjes. In plaats van Gods beloften serieus te nemen, zwakken we die beloftes af tot mogelijkheden. We trekken ons terug, hebben het er liever niet over, bedenken redenen waarom er niets gebeurt en geloven het wel. Dit haalt echter de kracht uit de waarheid en hiermee zeggen we eigenlijk dat Jezus zijn werk niet goed heeft gedaan. In het oktobernummer van Charisma 2015 hebben we het eerste deel van dit thema besproken. Deze keer deel 2. Onze vraag is een precaire voor ons geloofsleven. Zijn we bereid om door te gaan tot we die beloftes van God zien, of haken we af als het niet zo gaat zoals het woord zegt? Bijvoorbeeld als er tegenstand komt, vervolging of een geliefde maar niet geneest. We mogen nooit vergeten dat de Bijbel onze hoogste autoriteit is. Niet de autoriteit van mensen, leringen of ervaringen, maar die van God zelf. Als Jezus dezelfde is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid, Hebreeën 13 vers 8, God niet verandert, Jacobus 1 vers 17, als alle volheid van Gods geest ten volle in ons is komen wonen, Efeziërs 1 vers 19, dan zou niets ons in de weg moeten staan om te wandelen als Jezus op deze aarde, toch? In deel 1 lazen we: God wil altijd genezen. En jij hebt als gelovige de gave van genezing. En God geeft geen ziekte om iemand iets te leren. En er zijn geen redenen waarom genezing niet gebeurt. Genezing is enorm zichtbaar in deze tijd. Heilig huisje 1. Ik ben niet goed genoeg en weet niet genoeg. Hier heb je direct het grootste obstakel. Ik. Deze wil niet afgaan, maar controle houden over een situatie. Zowel een houding van slachtoffer als hoogmoed zijn beide vrucht van ikgerichtheid. Daarom hebben we het nodig om de stekker uit onze ik, oude dode geest, te trekken en in te pluggen in Galaten 2:20 volt. Galaten 2 vers 20. Dat zegt dat niet ik meer leef, maar Christus leeft in mij. Dus de nieuwe levengevende geest. De geest in je is perfect, alwetend, zonder zonde, vol liefde en genezingskracht. En groter dan wie of wat dan ook in deze wereld. 1 Johannes 4 vers 4. Nu zijn je ziel, dat is je verstand, je wil en je emoties, en je lichaam, nog hetzelfde na het ontvangen van je nieuwe identiteit door geloof in Christus. Deze moeten zich nog gaan gedragen naar de geest. Dit is het vernieuwen van je denken zoals Romeinen 12 vers 2 stelt. Geloof is de sleutel, genade het gevolg. Genade is onverdiende goede gunst. Gunst is al het goede van God voor jou. Onverdiend, want je kunt dit door geen enkel eigen werk ontvangen of bewerken. Het is Jezus' werk. Je kunt er ook niets extra voor doen om meer van God te ontvangen. Maar genade is ook dat je herstelt in je positie, in de autoriteit van heerser over de schepping. Dat was het oorspronkelijke plan van God met de mens, die geschapen is naar zijn beeld en gelijkenis om te heersen. Dit vind je in Genesis 1 vers 26 en 27. Gezien de volheid in jou woont en je dezelfde dingen moet kunnen doen als Jezus, Johannes 14 vers 12, ben je geschikt om deze positie in te nemen en zo te handelen zoals God zou handelen. Goed doen en leven geven. Door leven te geven raak je niet uitgeput, want de bron van levend water in jou
Johannes 4, vers 13 en 14, is onbeperkt en blijft stromen terwijl jij uitdeelt. Dan is er geen tijd meer om bezig te zijn met je oude ik-gerichte, zeg zondige, patronen en twijfels. Dan ben je werkelijk vrij. De vraag is, wil jij dat? Heilig huisje 2. Je moet een geestelijk leider zijn om te mogen genezen, bevrijden, mensen bij Jezus brengen, etc. Leiders zijn nodig in het lichaam. We hebben echter allemaal dezelfde bediening gekregen. Dat is de bediening van de verzoening van de mens met God. Lees dat in 2 Korintiërs 5 vers 17. Dit geldt voor elk deel van het lichaam, of je nu het hoofd of de voet bent. We zijn uiteindelijk allemaal discipelen en hebben de grote opdracht gekregen om erop uit te gaan. Matteüs 28 vers 19 en ook in Markus 16 vers 20. Dit is waar de schepping op wacht. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Dat staat in Romeinen 8 vers 19. En dat ben jij. De mensen zoeken iemand die hen kan genezen, een levensdoel geeft, onvoorwaardelijke liefde laat zien en als belangrijkste hen terugbrengt in de relatie met hun schepper. Heilig huisje nummer 3. Je moet een speciale salving hebben. Je kunt het horen als iemand een gezalfde spreker is, dat mensen dat zeggen of dat er een bijzondere salving op iemands leven ligt. Nou, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament wordt er gesproken over salving. In Exodus 28 vers 41 wordt Aaron gezalfd als priester. Salving betekent hier het apart zetten in zijn bediening als priester voor God. De fysieke salving gebeurt vervolgens met olie. Dat staat in Exodus vers 29 vers 7. In 1 Samuel 15 vers 1 zegt Samuel dat God hem gezonden heeft om Saul te salven als koning. En dit is ook een positie. Dan staat er in vers 6, de geest van de Heer komt op je en je zult profeteren en veranderen in een ander mens. Naast het feit dat het boek Openbaring zegt dat wij koningen en priesters zijn, staat er in Johannes 1 vers 12 dat zij die hem ontvingen, macht en positie hebben gekregen als kind van God. En dat is wat salving betekent. Je bent aangewezen in de positie als zoon, dochter, omdat de gezalfde, dat is Jezus de Messias, in je woont. Dit is de hoogste plek als mens in het lichaam van Christus. Je bent erfgenaam van alles in de hemel. Daarbij komt ook nog eens kracht van de Heilige Geest bij. Geen kracht die komt en gaat, maar die blijft en altijd beschikbaar is in ons. Lees Psalm 139 vers 7. Over die kracht in Romeinen 15 vers 19, of Romeinen 15, daar wordt hierover gesproken. In het Grieks is dit het woord dynamis, waar dynamiet van is afgeleid. Met de Heilige Geest in je, heb je dus geestelijk dynamiet in je. Nu heb je aan dynamiet op zich niets. Je moet het ergens voor kunnen aansteken en gebruiken. Om iets dat vastzit los te maken of te vernietigen. Zo deed Jezus dat ook door de werken van de duivel te verbreken. In Johannes 3 vers 8. Deze werken zijn ziekte, onderdrukking, armoede, machten die mensen van God afhouden enzovoorts. Heilig huisje 4. Genezing moet direct gebeuren. Dit vraagt uitleg over het verschil tussen een wonder en genezing. Een wonder is een directe genezing, zichtbaar, voelbaar, het is klaar. Genezing is een proces, niet van maanden, maar veelal uren, dagen of soms een week. Dat wat wij spreken in geloof, mogen we zien als zaad van leven dat we spreken in de persoon voor wie je bidt. Gezien het feit dat God het zaad doet groeien, mag je verwachten dat er na het gebed of het toespreken iets verandert.
ook al zie je het niet direct. Dit kan lichamelijk en of geestelijk zijn. De impact blijft dan niet bij de genezing alleen. Impact had het ook bij de buurvrouw die naast ons op de camping stond. We kwamen in gesprek en ze bleek al 30 jaar een lijst van klachten te hebben, van fibromyalgie tot darmklachten. We konden bij haar tegen de kwalen spreken. Er gebeurde van alles en de meeste pijn was direct weg. De dagen en weken erna zette dit door. Het werd bekend in haar dorp en al gauw was een groep van 15 mensen geïnteresseerd om meer te horen. We werden gevraagd om hierover te komen vertellen. Er waren verschillende genezingen die avond in een alternatief winkeltje vol boeddha's. Het licht was echter sterker. De buurvrouw bad ook mee en zag zo onder haar eigen handen genezingen plaatsvinden. En zo ontstond meteen een stukje discipelschap. 11 mensen gaven die avond hun leven aan Jezus. En dit is slechts het begin van een verandering in het dorp door één gebed. De durf om de stap te zetten en te staan in het geloof dat wij iets te geven hebben. Samengevat, er is maar één plan als christenen in het lichaam. Mensen verzoenen met God. Doen wat Jezus deed. Genezen, bevrijden, bekeren, doden opwekken, dopen, vervullen met de Heilige Geest en laten zien aan anderen hoe. Hen tools meegeven om hetzelfde te doen. Discipelschap. Hoe? Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf en doe voor de ander wat je wilt dat ze voor jou zouden doen. Lucas 6 vers 31. Wij zijn ambassadeurs van het Koninkrijk van Jezus onze Heer. We hebben zoonschap ontvangen met de hele erfenis erbij. Niet vaag of zweverig, want het mysterie is onthuld. Christus in u. Colossenzen 1 vers 26 en 27. En als gelovige heb je genoeg geloof. Het is alleen de bedoeling dat je dit geloof loslaat om anderen te zegenen. En als je het niet ziet, ga je gewoon door. Er is geen plan B. Het evangelie is het ontvangen van genade door geloof in het goede nieuws en daardoor herstel ontvangen in je positie als heerser over de schepping met een levengevende geest van God in je. Dat is niet regeren met ijzeren vuist, maar met open en zegenende handen van pure liefde en kracht.